You know what samen is? Het is nu tijd voor een superleuke vlog. Dus check maar mensen. Vandaag komt er een interview van hoe vaak heb je seks per week. Dus check het. Ja, hallo, goedendag. Ik ben hier met... Max. Max. En... Louis. Louis. Dus de vraag van vandaag is... hoe vaak heb jullie seks per week? Nee? Geen seks? Nee, wel. Zo erg. Waarom? Geen nood. Geen nood? Nee. Dat is goed. En bij u? Vroeger was dat één keer per week, maar nu niet meer, omdat ik geen lief meer heb. Nee. Ah, oké. Okay. En zijn jullie... Allee, wacht. Allee, hij had al seks, hè? Hé? Zijn er nog maagd? Nee. Ja? Dat geeft niet, broer. Dat komt nog. Ik ga voor u een meisje fixen. Allee, broer. Oké, dus dank u voor de interview. En als jullie nog een keer gaan zien... Een meisje fixen. Een meisje fixen sowieso. We zijn hier terug met... Alex. Alex, broer, nice naam. Merci, man. Oké, ik heb een vraag voor u. Hoe vaak heb je seks per week? Week. Eerlijk antwoord. Twee of drie keer. Twee of drie keer. Bro, hij gaat nog lekker, hè. Gee, shine, alles man, zwaar, zwak en dan Rolex en dan. Nou man. Oh, die. Goed, is dat goed? Nou man. Bro, daarom heb je veel meisjes. Bro, heb je veel meisjes, hè? Nee. Ik zie dat, bro. Hij tasje en dan, wee, Gucci. Is dat Gucci? Man, dat is dat is Gucci. Bro, auto is zeker 3000 waard. Nou man. Jawel, bro. Zwaar shine, man. Zwaar shine, man. Oké, dus drie keer per week heb je seks. Ongeveer. En welke posities? Wat is je favoriet? Ik ga het makkelijk maken. Welke positie heb je het liefst? Tja, ik weet niet, man, maakt niet doggy. Uit. Dat was een doggy, ja. Alles. En die drie keer een week, die seks, is dat met één persoon of is dat met twee? Eén man, je moet loyaal blijven. Ja, sowieso, of niet? Wil je iemand begroeten of zoiets? Ik weet niet, op de camera. Of iemand shout-out geven? Of eens waarom? Shout-out naar Kale Gang. Naar wie? Kegelgang. Shout out naar Kegelgang, man. We zijn hier, man. We zijn de gangs, man. You know what samen is. Dit is Kegelgang en wie nog? Niemand, man. Wat is Instagram, bro? Geef Instagram, die mensen. Hey. Alex.il. G, volg deze guy, man. Die is gewoon shine, man. Die is gewoon shine, man. Die is gewoon shine, bro. Kijk. Really, nigga? Dus ja, we zijn hier met... wat is je naam? Louis. Sebastian. En Arthur. Arthur en? Max. Oké, ik heb een vraag. Hoe vaak heb je seks per week? Man. Om de paar weken. Om de paar weken, twee, drie weken? Zoiets, I guess. Ja, maar dat is nog zo waar. Ja, niet. Niet? Niet. Hoe komt dat? Dat ik voorlopig geen vriendin heb. Ah, shit. Ja. Een momentje fixen, maar ik ga je helpen fixen. Ja, is goed. En bij u? Ik ook niet. Niet? Ik heb ook geen lief. Geen lief? Maar nee. Dat komt toch. En bij u? Ook om de paar weken. Zo twee weken, één week ja, misschien? Twee weken, ja. Ah, right, man. Maar het is echt playboys nog, hè? Polen en al en dit en dat, echt playboys, hè? Niet echt, nee. Wel. Ja, hè? Echt playboys, hè? Van hand en zo. Vraag, hoe vaak heb je seks per week? Niet veel. Niet veel? Eén keer? Twee keer? Ja, één keertje of zo. Ja. Ach, niet veel, hè. Ik heb geen vriend. Dus... Geen enkel keer. En wil je een vriend? Ja. Maar je zoekt de juiste zeker? Ja. En bij je? Ik heb een vriend, ja. Oké. En ben je blij mee? Ja. Oké, ik ben hier met... Isaac. Mooie naam. Isaac, ja. Mooie naam. Dus ik had een vraag. Hoe vaak heb je seks per week? Nu geen. Waarom? Ik heb geen lief. Heb geen lief? Nee. Allee, zo erg. Nu komt ook kerst en zo van die dingen en heb je geen lief. Ja. Hoe zou dat komen? Omdat ik er niet op zoek naar ben. Shit. En ben je maagd? Ben je maagd? Ja, en altijd. What? Really? Shit. En ja. Veel succes kan ik gewoon wensen, hè. Oké, merci. Ja? Ja. Oké, goed. Oh, je hebt nog zware handen, hè. Train heel veel, maar ik voel het. Hè? Maar ik voel het. Goeie handen.
Oha. Hij zegt. Breed, train hij? Ja. Judo. Judo? Ja. Oha. Hij zegt hoe fit. Oké, ik denk dat het was en dank u. Dank je wel. Ik ben hier met. Victor. Victor of Vincent? Victor. Ah, Victor, sorry. Het vraag van vandaag is: hoe vaak heb je seks per week? 0 keer. Waarom? Ik ben nog maagd. Ja, maar hij ziet er nog zo breed uit. Heb je geen meisjes? Nee. Hoe komt dat? Moet niet altijd, hè. Dat is waar, heb gelijk. En ik wil je vragen, hoe oud zijn? 16. 16. En doe je sport of? Nee. Niks. In welke school ga je? Sint-Liefs College. Meen je dat? Dat is mijn school. Ik was daar ook. Ja. Ja, maar ik heb je nog niet gezien. Ik heb mooi trui. Waar heb je dat gekocht? Nee, dat is van mijn broer. Ah, dat is nog mooi. Spijtig, ik wil dat ook kopen, maar ja. Ik kan dat zeker niet kopen, hè. Nee. Allee. Oké, dankjewel. Ik ben hier met... Talita en Joy. Nice to meet you, girls. Dus ik ben hier met een vraag. Hoe vaak hebben jullie seks per week? Ja, dat ben ik. Oei. Ja, maar eens. Per week niet veel. Wat is niet veel? Ja, no, want ik ben niet elke week. Mm-hmm. Ja. Dat is twee keer. In een week? Nee, misschien twee keer in een maand. Twee keer in een maand? Ja. Oké, maar dat is wel weinig. Maar ja, ik kan niet altijd bij mijn vrouw. Maar ja, elke vrouw heeft toch haar eigen dingen nodig van... Allee, ja, ik bedoel, een vrouw is toch niet van hout? Van hout? Ja, ze is toch niet van hout? Ze heeft toch een liefde nodig van haar man of van haar vriend, toch? Dat hij haar keer zo aait of iets? Vrouw... Ja, maar ik kan niet altijd naar mij gaan. Oké, twee keer dan. Ja. Hou dan later bij twee keer. En bij u? Moet ik eerlijk zijn? Ja, eerlijk. Liefst. Ja, niet, hè. Niet? Dat geloof ik niet. Hoe oud ben je? 16. Dat geloof ik ook niet. Eerlijk. Maar het is wel zo. Maar hij lijkt ook ouder. Ja, dat geloof ik. Oké, laat maar zeggen 3 keer. Oké, 4 keer. Nee, serieus. Nee, maar ik ben serieus. Maagd. Zijn we gemaakt? Ja. En oké, ze is 16 dus. Ja. Ik ben ook 16. Dan zien we dat ook niet. Ja. Ben je ouder? Nee, ik ben 16. Echt? Ja, van 2000. Maar waar de school zitten jullie? Sint-Lucas. Sint-Lucas en... Ook Sint-Lucas. Ja, oké. Okay. Examens en zo? Ja. Gaan jullie slapen? Ja, ik hoop het. Oké, en ik heb nog één vraag voor u. Dus als je zegt dat je 2 keer per week heeft, ik wil vragen, welke posities heb je het liefst? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Doggy? Nee, geen doggy. Nee. Ik weet niet, ik heb nog niet zoveel uitgeprobeerd. Het is eigenlijk gewoon het normale. En wat is het normale? Geen idee wat het normale is, zei jij. Gewoon. Laat maar zeggen. Zo, dat je zo niet echt zo een doggy doet, maar zo gewoon bij elkaar. Zo op elkaar liggen misschien? Ja, zoiets. Of naast elkaar liggen? Oh. Nee, zo, ja. Zo wel bij elkaar geknuffeld, denk ik. Oké. Oké dan. Yo, mensen. Ik bewelkom jullie hier bij een nieuwe YouTube-kanaal, ga ik het noemen. Ik ga bezig zijn met vlogs, met interviews, met pranks. Dus blijf me zeker checken. En als je deze video leuk vond, een like, een comment waar dat ik zou moeten gaan om te interviewen. En abonneer zeker op deze kanaal. Het wordt het hier heet. Ik ga het hier heet maken. Thank you.